Een van harte goedendag. Alvin Roosevelt vanuit Torarica met het CARICOM-verslag. Per 1 juli heeft Suriname het voorzitterschap van CARICOM overgenomen. Het is bij de overname als chair van CARICOM gebruikelijk dat er een aantal meetings worden gehost. Op dit moment hebben wij dus de CARICOM-staatshoofdenvergadering, de 43ste, waarbij de 15 CARICOM-lidlanden deelnemen, elk met hun vertegenwoordiging. 13 staatshoofden zijn er en 2 laten zich vertegenwoordigen. Het is ook goed te vertellen dat er 5 geaffilieerde landen zijn die zich ook laten vertegenwoordigen bij deze 43ste CARICOM-staatshoofdenvergadering. Maar er zijn ook andere notabelen, zoals de secretaris-generaal van de United Nations. Dat is absoluut een bijzonder gegeven, omdat het de eerste keer is dat de secretaris-generaal van de UN zich in Suriname begeeft. Maar ook de CARICOM-secretaris-generaal die is erbij. We hebben vandaag dus op zondag de officiële opening van de 43ste staatshoofdenvergadering. Dat vindt plaats in het Asuria High Rise gebouw. We kunnen er niet allemaal bij zijn, maar de communicatiedienst Suriname zal ervoor zorgen dat via GovTV en via stations waarmee er partnerschappen zijn, ook dit evenement live aan u gebracht zal worden. Wees dus gekluisterd aan uw televisie vandaag. Wat hebben we vandaag allemaal al gehad? Er zijn bilaterale meetings op agenda van de president en de minister van Buitenlandse Zaken. Onder andere willen we met u delen dat er een bilaterale meeting is tussen Suriname en Saoedi-Arabië. Een meeting tussen president Santokki en de secretaris-generaal van de ACS. Een bilaterale ontmoeting tussen president Santokki en de secretaris-generaal van OACP. En overige meetings die worden afgedraaid als side events die of alleen op de agenda van Bibes zijn of op de agenda van andere notabelen zijn. Waarom Saoedi-Arabië? Nou, het is alvast goed om u te vertellen dat we hier hebben de Minister of State for Foreign Affairs en Member of the Council of Ministers of the Kingdom of Saoedi-Arabië. Als ik mijn speakblaadje even omsla, dan wil ik u ook vertellen wat de naam is van degene uit Saoedi-Arabië die hier is om het bezoek aan ons te verlenen. Uit Saoedi-Arabië hebben we His Excellentie, de heer Adel bin Ahmed Al-Jubir. Nou, Suriname is gecommitteerd om ervoor te zorgen dat we er de banden aanhalen, omdat wij straks tot een groter olieproducerend land zullen gaan behoren. We zijn nu al een olieproducerend land. En Suriname zegt dat wij sowieso moeten focussen op economische vooruitgang en op handel. Als wij dat gaan doen, moeten wij investeringen krijgen en moeten wij ervoor zorgen dat wij onze economie gaan diversificeren. Vandaar dus de meeting met Saoedi-Arabië. Daarna hebben we de meeting met ACS. ACS staat voor Associatie van Caribische Staten. We hebben daarbij His Excellentie ambassadeur Rudolfo Sabon. Hij is hier namens ACS. Waarom de meeting met ACS? De meeting met ACS is zodat er een politiek dialoog komt om te identifieren de areas of common interest en concern in de regio, as well to address these through cooperations. Dus ervoor zorgen dat we identificeren wat zijn de zaken die de lidlanden en andere landen in deze regio raken en hoe zorgen we ervoor dat we door middel van coöperatie onze banden aansterken en ervoor zorgen dat wij gezamenlijk groeien. Dat is het dus voor de agenda voordat de officiële openingsceremonie start. Er zijn dan nog 2 korte zaken die ik u wil voorhouden. Op 1 juli hebben we met z'n allen stilgestaan bij de herdenking van de slavernij. Sommigen van ons zijn naar de stad getogen. Er waren waarschijnlijk te weinig tonnen, want veel mensen hebben ervoor gekozen om hun vuil langs de straat te dumpen. Op 2 juli hebben we heel veel buitenlandse gasten die dwars door de schoonmaak aankwamen. Voor onszelf zou het goed zijn als we anders met ons vuil omgaan, maar al helemaal als we gasten in huis hebben. Suriname is ons huis. Hierbij roepen we dus een ieder op om het schoon te houden. De hand in eigen boezem stekende vragen we ook aan het ministerie van Openbare Werken om ervoor te zorgen dat er meer tonnen zijn voor de mensen die hun vuil wel in de ton willen stoppen. En voor de rest die dat nog niet wil of dat nog niet heeft gedaan, een ferme oproep om dat wel te doen. Uiteindelijk is het ons eigen huis. We can do this. Het tweede. U ziet een aantal CARICOM-vlaggen achter mij.
Protocol is dat de CARICOM-vlaggen bij elk CARICOM-event naar volgorde van het alfabet worden gearrangeerd. Er gaat een video rond waarbij er andere informatie met u wordt gedeeld. Wij vragen u om voor uw solide informatie de betrouwbare bronnen aan te doen. Als je soep wil eten, eet je met een kom, je gaat een bombo restaurant of je boren, je maakt een klaar. Mino ding tak yo nyawa supu, evwa man snap ino an goter ezering, toch? Misschien een raar voorbeeld, maar toch wel een eye-opener om u af te vragen van waar haal ik mijn informatie. Nou, having said that, kan ik u garanderen dat er keihard gewerkt wordt door de verschillende teams om ervoor te zorgen dat deze 43ste vergadering een succes wordt. Wij zijn daar allemaal een onderdeel van. Het is aan ons gelegen hoe wij ermee zullen omgaan om ervoor te zorgen dat Suriname een goede beurt maakt. Niet alleen voor het staatshoofd, want uiteindelijk is deze staatshoofdenvergadering een legacy niet alleen van het staatshoofd, maar van ons allemaal als Surinamers. Ik wil u laten met een klein voorbeeld. Op het internet heeft gecirculeerd een video waarbij een president is gestruikeld op het moment dat hij bezig was de trappen op te gaan. De comments die daarna kwamen, de reacties op deze video, waren allemaal eenduidig. De president van dat land is gestruikeld. Er was geen president van oppositie, er was geen president van coalitie, er was gewoon een president van dat land. Als wij vallen, zullen we samen vallen. Als wij staan, zullen we samen staan. Laten we ervoor kiezen om te staan. En waar er fouten worden gemaakt, ko teke in lobby. Ko sorgu. Tak u dwaasandis voor pot un egi legacy tap wan presi. Suriname is uiteindelijk geen land van de coalitie of van de oppositie. Suriname is van ons. Dus ik roep u op Suriname om uw deel te doen om ervoor te zorgen dat niet alleen de 43ste staatshoofdenvergadering een succes is, maar ons leven, ons tijdperk, ons nu. Aboskopu na lobby. Raise your voices high and sing of your courage.